Goedemiddag, Carola. Goedemiddag. Belangrijke middag, hoor ik. Hele belangrijke middag, ja. Hele belangrijke. Zwaar juryoverleg. Zwaar juryoverleg. Ik wacht op de juryleden. Dus, als we binnen zijn, dan gaan we aan de slag. Goedemiddag, Leen. Goeiedag. Alles goed? Ja, prima. Wat komen we doen? Even juryoverleg. Oh jee. Dus het is gewoon even spannend, hè? Kijken hoe je er door mag. We hebben genoeg kandidaten, toch? Dat is zeker. Dus het wordt nog lastig. Ja. Nou, succes. We zullen zien. Dankjewel. Alsjeblieft. Goedemiddag, Debbie. Hey. Alles goed? Wat gaan we doen? Ik heb juryberaad. Heel spannend. Maar ik heb nu even gedrukt, dus ik heb even geen tijd voor je. Helemaal niet? Nee. Om maar eventjes? Nee. Hey Carola. Hey. Dat was goed. Ja, prima. Zullen we beginnen? Ja, is goed. Daar zijn we klaar voor. Staat voor elkaar en dan start. Gaat gebeuren. Nou, zullen we maar beginnen dan? Gaan we kijken. Ik vond het best wel moeilijk. Wie er door. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, laten we met de jongens beginnen, dat zijn er de minste. Dus ja. Ja, nou, weet je wat mij heel erg opviel? Het viel me echt heel zwaar tegen. Dat was Jan. Hij was zo proactief en dat hij zo graag wilde winnen, dat hij echt de boer was. Ja. Nou, dat was hartstikke positief, jongen. Ik denk, nou, die wordt het zeker, wel. Zeker, ja. Maar nee, want hoeveel stemmen had hij? Nou, hij was een van de minste die stemmen had. Ik vond het heel tegenvallen. Niet verwacht. Nee, absoluut niet verwacht. Die stille jongen. Ja, stille Viel, die heeft het wel hartstikke... Die heeft al heel veel stemmen bij elkaar gekregen. 18%, ik vind het knap van hem. Ja, daarom. Dus heeft 18% die is tweede. Ja, hij heeft er wel aan getrokken. Ja. Knap hoor. Heel leuk, ja. En die Ruben die er nog later bij gekomen is. Hij is wel leuk om te zien. Leuk om te zien. Volgens mij hebben jullie hem opgezocht, zeker. Ja. Ik zeg niks over hem. Nou, hij is 21. Ja. Ja, het goede is opleiding. Leuk. Schoolwijk. Jan gaat er ook uit. Zij, oh ja, dat zijn die meiden, die waren samen, die wilden samen hun stem. Ja, Carina had ook 10%, hè? Koppie. Ja, ze heeft een lekker koppie, maar ja, wat zegt dat tegenwoordig? Ze staan koeien te melken, niks hoor. Nee. Dan leidt ze alleen maar die boeren op. Dat zou wel de echte pers zijn, hè? Ja. Moeilijk. Goed. Ik denk dat we het gewoon even achter gesloten deuren moeten gaan doen. Volgens mij wel. He? Nee, ik vind het eigenlijk wel. Ja. Dus Wouter? Opzouten. Opzouten. Wat ook uit. Het rok uit. Succes. Nou, ze hebben me wel naar buiten gestuurd. Maar we gaan toch nog even stiekem kijken. En dan hebben we eigenlijk nog een van die boeren, als dan kijk naar, ik was eerst wel fan van Jan, maar dat vond ik toch te sterk. Ja, ik vind Jan echt tegenvallen. Ja. Ja, dat ging ze echt gewoon niet, met de opname. Maar, dat steekt elkaar niet zo naar. Nou, dan zou ik zeggen Iris, omdat ze 17 is en omdat zij nog maar 15 is. Ja. Wat vind jij ervan? Zij heeft wel de best gedaan, hè? Dat vind ik wel. Ja, ze kwam wel op de pumps aan. En als je kijkt,